Oh, en hoe vaak ik op Facebook de vraag krijg van, oh, hoe krijg ik mijn oven schoon? Magnetron ook regelmatig, maar de oven is wel een moeilijk puntje. Dus nou, daarom hebben we dat vandaag eens even goed laten zien. Zo, die handschoenen mogen nu wel uit. En dan ga ik vertellen hoe de dip helemaal goed in elkaar zit. Want je moet hem wel goed volgen, anders lukt het je niet. Wat we natuurlijk allemaal willen, dat is een schone oven. Want alles wat aangebakken zit en weet ik veel wat, de ene keer heb je vlees gebraden, de andere keer vis en dat gaat allemaal in elkaar over. Ugh, vies, dat willen we niet. Maar we moeten ook zuinig omgaan met de binnenwanden van de oven. Dus daarom heb ik deze hele goede tip. Hij ruikt niet prettig, maar hij neemt wel alle geurtjes mee hoor. Eerste plaats, hè, dus nu eventjes goed koppie erbij. Je zet je oven vol uit. Laat je hem even opwarmen. Dan laat je water koken. Je hebt twee glazen of andere schalen, maar die in ieder geval tegen de hitte van de oven kunnen. En je hebt ammonia nodig. Nou, alles, je oven is dus heet, je water is gekookt. En je hebt een schaal met best wel wat ammonia gevuld. Ten eerste, je doet de klep open. Kijkt eerst of er niets meer in je oven staat. Dan zet je halverwege de oven je schaaltje met ammonia. Dus daarom ook die handschoentjes aan als je hiermee bezig bent. Dan beneden de glazen schaal, in mijn geval. Met kokend water. Hup, kleppie dicht. Hup, de oven uit. En ik zet vaak zelf eventjes dan de klok op 90 minuten. Hè, en dan ga ik lekker naar buiten. Weet je wel, ik heb wel andere leuke dingen te doen. Want de ammonia en het hete water in die voorverwarmde oven doet helemaal zijn werk. Al het vet komt los. En je kan het daarna gewoon met een simpel lapje of doekje eruit vegen en dan is hij helemaal tiptop schoon en geen vieze geurtjes meer. En je denkt dat kan niet, want er zat toch ammonia in? Dat vervliegt heel snel. Ach, we hebben tegenwoordig zoveel combi-magnetrons en ovens dus uiteraard. Maar heel veel mensen hebben ook nog alleen maar een magnetronnetje om even iets op te warmen, toch? Nou, die heb ik ook. En dat hoef je niet zo ingewikkeld schoon te maken. Dat is een paar schijven citroen. Hè? Daar zit natuurlijk zuur in. En een bakje met heet water. Nou, je zet hem even op zo'n 10 minuutjes. Dat is echt wel genoeg. Op de hoogste stand, de magnetron. Nou, hij slaat af. Je haalt je water eruit. En je zal zien, er is natuurlijk heel veel verdampt. Maar al het verdampte water zit nog steeds in de magnetron en dan met een doekje afhalen. Helemaal schoon. En echt waar, me beloven nooit met schuurmiddelen erin. Want dan gaat je magnetron het niet goed meer doen en hij gaat er heel snel door kapot. Ik hoop dat jullie mijn hete tips voor magnetron en oven geweldig vonden. Ik namelijk zelf wel. En misschien hebben jullie nog wel betere tips hoor, dat kan. Of heb je nog vragen? Nou, stel die dan even hieronder. En natuurlijk weer pling hierboven op mijn koppie om je te abonneren. En rechts heb ik weer die schermpjes waar je nog meer op kan vinden. Nou, ga lekker koken. Hoi, dag, tot de volgende keer.